Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Achter mij zien jullie een hele bekende supermarkt, namelijk de Jumbo. Wij zijn vorig jaar bij de Albert Heijn geweest. We hebben toen zelf gezegd dat bij de Albert Heijn een van het beste vuurwerk lag. Weet je dat nog? Die pakket, klopt. Die staken we toen af tussen de flats bij de supermarkt. En we hebben nu de tip gekregen dat hier ook vuurwerk ligt. We gaan even kijken naar wat voor soort vuurwerk je hier binnen hebt. En gaan we gelijk even testen, denk ik, hier op het terrein of zo meteen even checken. Van alles even wat halen, maar wel leuk natuurlijk. Ja, de supermarkten gaan tegenwoordig ook steeds meer vuurwerk verkopen. En ik heb gehoord dat de badges die hier liggen nog van vorig jaar zijn. Dat hoeft niet te betekenen dat het heel goed vuurwerk is. Alleen de badges van 2021 zou je sowieso moeten laten liggen. Wij gaan nu even naar binnen, kijken nemen wat ze hebben. En ik denk wel van alles, van ieder product iets nemen, toch? Ja. Hier staan de dozen, jongens, voor ons klaar. We gaan alles meenemen. Lezenkijkers. Deze gaan we zeker even halen. Gaan sterretjes meenemen nog? Die kennen we niet, hè, Des? Jawel. Deze? Ik heb ze nog nooit gezien, man, deze. Dat zijn gewoon die dingen die knetteren, joh. Ja, dat is van Broekhoff, ja, maar niet dit design. Oh, nee. Ziet eruit als gevaarlijke rotjes. Die staan te gek. Die had ook die fonteinen, toch? Kijken, wat hebben we nog meer hier, jongens? IJsfonteinen laten we wel liggen, denk ik. Zo, wat was dat dan? Lijkt naar Thunder Kings, man. Zo. Die gaan we ook even meenemen om het te testen. Dit is dus het enige wat hier is, jongens. Het is heel triest met categorie 1 vuurwerk. Dit is in ieder geval de Jumbo in Oegstgeest. Daar kunnen jullie allemaal even gaan kijken. Vanaf dit moment ligt het hier in de schappen. Als het er nog ligt dan. Rustig. We staan momenteel bij het laden en lossen centrum van de Jumbo. We hebben kompoutjes. Voor komoverlast staat er. We hebben hier zo het vuurwerk. Als eerst de Fountain Box. Zitten er 20 in en wat betaalden we daar nou voor? 7 euro. Is dat zo? 7 euro inderdaad per pak. Op zich niet duur, hè? Vooral als je weet dat de Aldi dus dit jaar geen fonteinen verkoopt. Deze hebben we 2 pakjes van. Dus we hebben even 40 dingen te stoken. Deze hebben we. De Crazy Crackers. En het grappige is dat dus alle badges... Oh, deze is wel 2021, man. Zie je? Ja, ja. Nou, dan gaan we kijken hoe dat het doet. Ik verwacht er hier niet veel van. Maar als het goed is, staat hier wel de badge. Ook 2021, man. Maar we gaan zien wat het doet. Ik heb natuurlijk ook al in de eerdere video's gezegd dat voor IJsfonteinen zijn... Badge van 2030 al. Nou, daar komt helemaal niks vanaf. Het categorie 1 vuurwerk waarschijnlijk de komende jaren zeer veel minder wordt. Omdat de controle erop nu veel meer is. Categorie 1 vuurwerk mag normaal gesproken niet meer in een cirkel van 1 meter komen. Daar controleerden ze voorheen bijna nooit op. En vanaf dit jaar doen ze dat dus wel. Vandaar dat, dat de knetterlinten heel erg verschillen in kwaliteit. Wij vinden dat kwaliteit, maar de knetterlinten die eigenlijk alleen maar pruttelen... bleken dus echt de goede te zijn, die wel mogen. En die wij altijd gewend waren van de Aldi en zo. Die blijkt dus niet te mogen. Ik zet even het tasje hier voordat de mensen gaan zeuren. Zodat hij die wegwaait. Heb je een aansteker? De gouden. Oh ja, de gouden My Plasma. Zeg maar niet gaat fluiten, goos. Lekker die man. Denk het wel. Knetters erbij? Denk het wel. Of zijn het gewoon IJsfonteinen 2.0? Nou, die vallen wel... Vind ik wel heel mooi. Ja, zo zie je maar, jongens. Je ziet het. Het categorie 1 vuurwerk is bijna geluidsloos. Crazy Crackers. Ja, crackers. We hadden honger. Een paar jaar geleden had je de Lady Crackers. En de Luke Crackers. Ken je die nog? De Lady Crackers? Steek die er eentje aan waarvan het lontje eruit valt. Hoppa. Ongelooflijk. Nou, jongens. Je ziet het. Binnen een straal van een meter. Ja, je moet echt heel pakje doen. Ja, doe dat dan even, Goos. Niet... Doe dat dan even. Steek er eentje aan. Hoe werkt dat? Hes. Nou, dan gaat het wel. Kijk, en dan is het natuurlijk wel wat leuker. De knetters die er afkomen zijn trouwens niet heel slecht, man. Gewoon erin houden.
Deze knetteren dus ook niet, dus ze voldoen in ieder geval niet aan crackling shots. Jullie zien het. Kijk dus allemaal naar onze video's, want wij hebben dus deze. En als je het aan mij vraagt, kan je deze dus wel laten liggen. Waar zijn die... Alleen die 100 stuks voor 4 euro zijn wel grappig, maar dan zou je inderdaad een hekskringetje moeten maken bijvoorbeeld. Wat doen dan? Ja, inderdaad, zo stoken. Bijna geluidsloos vuurwerk, jongen. Dus het is maar beter dat wij deze video's maken, jongens. Dan kunnen jullie precies weten wat je wel en niet moet halen. Want dit zijn eigenlijk gewoon ijsfonteinen. En normaal gesproken komt hier of geel vanaf of echt knetter, maar... Bij deze dus niet. Maar wel grappig dat je gewoon bij de Jumbo ook gewoon categorie 1 vuurwerk hebt. Maar bij de Albert Heijn heb je natuurlijk ook vuurwerk en daar waren we vorig jaar echt over te spreken. Denk je zo meteen heel pakkie? Hekskringetje van maken. En die andere, die Crazy Crackers, kunnen ook even een hekskring van maken. Want dat is dus het enige pakket die ik wel de moeite waard vind. De Crazy Crackers. Daar gaat hij. Dat was hem. Leuk. Ja, je bent verleerd, man. Ja. Alle rook hierheen. Mooi. Ja. Leuk. Het lijkt een beetje ijsfonteinen 2.0 deze. De ijsfontein steekt de andere ijsfontein aan. Ongelooflijk. Dit is dus allemaal van Broekhoff, jongens. Hoi. Knetter. Zo. Heel pakkie. Kijk die rook, jongens. Gaat wel leuk, hè? Nou, dat is dus te zien. Ook die fonteintjes even doen. Lontjes schieten wel weg, man. Het is maar goed dat wij die video's voor jullie maken. Zo weten jullie precies... waar het de moeite waard is om wat te halen. Soms komt er natuurlijk nog wel eens een badge van het jaar daarvoor door. Maar jullie zien het, dit is dus de badge van dit jaar, 2021, van Broekhoff. En dan zie je al gelijk, dit is hoe categorie 1 vuurwerk hoort te zijn volgens de richtlijnen. Dus dan zie je dat het eigenlijk veel minder voorstelt als dat wij altijd roepen en ervaren. Zoals bij de Aldi, de Lidl en dat soort dingen. Ook het categorie 1 vuurwerk van Funke natuurlijk. Want de luchtheilers, jongens, van Funke, dat is officieel nu al P1 in Duitsland. Die zijn allemaal opnieuw gemaakt, allemaal P1 labeltje op. Dus die zijn volgend jaar ook bij ons niet meer verkrijgbaar. Maar kijk dus, als jullie in de winkels komen, goed naar de badge. Of het dus 2020 is, 2021 of misschien nog eerder zelfs. Want hoe eerder, hoe beter. Geldt natuurlijk vooral voor de knetterlinten. Ik hoop dat jullie dit alsnog een leuke video vonden. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En morgen om 4 uur gewoon weer een video. Later.